man. Oh, ja, vieze hobbel. What is up, YouTube? This is your boy, Jurno20. Back met een nieuwe video. Zoals jullie zien ben ik nog in Noord. Ik kom net deze popper tegen bij de wegafzetting. Ja, ja. Ik ben onderweg naar Raukema in Molletjesveen. Ik weet niet wat hij nou bedoelde. Dus ik ben onderweg naar Raukema in Molletjesveer, volgens mij is het. Om kettingvet te halen voor mijn gabber, Amin. Dat is de vader van Jiwan, van wie ik die lijpe Funko heb gehad. Als jullie dat hebben gemist, check die episode hier rechtsbovenin. Dus Amin heeft zijn motorrijbewijs gehaald en een motortje. Aha, killer! En die zegt elke keer tegen mij, wat is nou die goede kettingvet? Want hij heeft zo'n spuitbusje. Nou, jullie weten het wel, dat is binnen 5 minuten uitgewerkt. Dus ik zeg, weet je wat grap, ik ga voor jou wel even die kettingvet halen. Ja, hij is zo'n relaxte gozer en zijn zoon is ook zo'n fucking soldier. Dat hij dat even voor me gehaald hebt. Ja, ja, staat er goed op hoor. Ja toch? Ja, ja. Pomper! Dus we gaan even een mooi ritje maken binnendoor via Zaandam. En dan richting Molletjesveer. Die kettingvet halen. Deze week heb ik het echt fucking druk gehad met werk en noem het maar op. Die Nürburgring video, ik had geloof ik 5 uur in beeldmateriaal. Had ik allemaal uit de blopen pluizen en noem het maar op. Dus nu ben ik klaar. Het is vandaag maandag. Vandaag komt de laatste video van die Nürburgring trip online. En dan kan ik deze video woensdag weer gooien. Of misschien gooi ik wel een Funko Pop vlog woensdag. In ieder geval, het is eindelijk weer lekker weer. Het is best wel koud en regenachtig geweest. Dus ja, gewoon weer een beetje genieten man. Over de Nürburgring video's trouwens, ook nog. Die Mercedes, heel veel mensen, autokenners, ja Pat, ik bedoel jij ook, hebben tegen mij gezegd dat het is volgens mij een 190 Evo. En die zijn ongeveer 3 ton waard. Nou denk ik persoonlijk dat het geen 190 Evo is, want die auto's zijn zo duur, die ga je niet modifyen. Ik kijk maar even terug in die video, ik zal die link hier bovenin zetten. Die Mercedes die we tegenkwamen bij ID, die had een meer uitgebreide splitter als dat die 190 Evo hebt. Dus mijn redenering is dan waarom zou je een andere splitter gaan zetten op een auto van 3 ton die origineel 3 ton waard is. Dan zou je eerder een andere Mercedes kopen en die ombouwen daarnaar zeg maar. Je weet toch dat het gewoon een lookalike is. Een replica. Maar dan met een wat extremere splitter als jij dat vet vindt. Ja, dus ik weet het niet. Ik weet niet of er iets zo is als een zo'n kentekencheck, wat je hier in Nederland ook hebt, dat je een kenteken van een auto kan invoeren. Misschien heb je dat in Duitsland ook, misschien zijn er mensen die dat even kunnen doen. Dan kunnen we checken of het een echte 190 Evo was. Oh, goede sound hoor. Bosdempers. Bosman. Volgens mij hebben ze bij deze Febo drive-thru van de week die video met Maradoni opgenomen. Strekke in die Febo met zijn Breitling. Dus we gaan door Zaanstad heen, Zaantje, naar Molletjesveer. Dat ligt net achter Krommenie. Geen camera's hier roelen. Willy, where's the B? Ja, trouwens boys, de laatste tijd. Ik heb zoveel berichten gekregen van subscribers. Van echt van alle kanten, hè. Van ideeën over vlogs tot van ga zo door en I appreciate it. En vind ik echt fucking dope, houden. Die feedback van jullie kan ik echt wat mee, weet je. Nou, ik zeg je eerlijk, negatieve reacties, ik kan er niet zoveel mee, weet je. Ik blijf toch mijn eigen ding doen, hoe ik het leuk vind. En ik krijg wel eens reacties van, ja, kijk eens naar die en die, hoe die het doen. Dat is pas leuk. Ja, grap, die mensen doen het gewoon op hun manier en ik doe het gewoon op mijn manier. Dus ideeën en noem het maar op, positieve reacties, ben ik echt blij mee. En ik zeg je eerlijk, negatieve reacties, ik verwijder ze ook gewoon en ik blokkeer diegene als hij echt lijp doet. Want ik heb gewoon geen zin in negativiteit op die channel. Ik wil het gewoon lekker positief houden en gezellig. En ja, ik stel het dan zo in dat hun wel kunnen reageren, maar niemand ziet gewoon hun reacties. Nou, ik heb ook wel eens dat mensen een hele ruzie gaan maken eronder van, zeg maar, pro-mensen tegen mensen die tegen zijn. En dan gaan ze ruzie maken en dan heb je wel 100 reacties. En dan word je misschien wel een paar keer meer bekeken. Maar ik wil het gewoon positief houden op de channel. En ik denk ook dat we dat gewoon niet nodig hebben om te groeien. De channel is, het gaat goed genoeg zoals het nu gaat. Daar hebben we echt niet zo'n ruzietje bij nodig ofzo. Dus mochten de mensen echt haatreacties plaatsen en shit, dan blokkeer ik ze gewoon, verwijder ik ze, whatever.
Mazzel! Dit is trouwens die brug die toen open is gegaan terwijl er een vrouw op aan het fietsen was. En die vrouw is gewoon komen te overlijden. Helemaal lijf. 55 jaar of zo. Wauw, echt heftig hoor. Oké, okay, we zijn dus nu door Zaantje Zuid gereden. Zaantje Zuid. En als ik hier nu naar rechts ga en ik rijd deze weg helemaal af, dan ben ik als het goed is gewoon bijna bij Raukema. Een klein beetje gasolina. Oh ja, update om de Hayabusa Build Series. Zoals ik jullie in een van de vorige video's heb verteld, ik weet niet meer welke. Mijn voorvorkpoot is dus nog steeds lek. Benny heeft voor me gebeld met HK Suspension. En ik ga die kant op met mijn voorvorkpoten. En we gaan Eulens, vering en olie, zeg ik dat goed, erin laten zetten. Met SKF, hang me er niet aan op, maar volgens mij SKF voorvorkeringen. Dat zijn ultra lage weerstand. Ik sprak gisteren Christian Duivelman erover en die zei, die heb ze ook erin zitten. Die zei het is top, ik heb het ook opgezocht en het schijnt echt een aanrader te zijn. Dus volgens mij SKF. Ultra lage weerstand. Voorvorkeringen komen erin. Met die Eulens. En die vorken worden geanodiseerd. Ik ga nog niet vertellen welke kleur. Daarvoor moeten jullie gewoon blijven kijken. Maar zoals jullie in de eerste aflevering van de Build Series hebben kunnen zien. Die andere Busa die hebben ze in het paars. Nou, ik ga niet zo extreem. Waar hangen hier ook allemaal camera's? Shit. Ik ga niet zo extreem, maar ik ga ze wel een andere kleur als origineel doen. Dus origineel heb je alleen zilver en goud. En ja, de echte Busa-kender gaat dus gewoon zien dat ik wat anders heb. En ik vind het zelf ook fucking dope. En dan kunnen jullie ook weer zien hoe dat eruit ziet. Want anodiseren is weer een heel ander proces als poedercoaten. Echt wel, ik vind het maar een dode bedoeling altijd hier, oh, in Zaanstad. Zaandam. Zaan, whatever the fuck, Zaanstreek. Dat kan aan mij liggen hoor, misschien is het wel echt heel leuk wonen hier, hoor. Maar volgens mij is dit ook echt een weg waar ze vaak flitsen. Oh, lekker, net voor de treinspoort dicht gaat. Tjallas. Tjallas. Oh ja, hier is die skatepark, daar kunnen we zo, kunnen we wel even kijken. Hoe laat is het? Het is 3:00. Oh. Even checken hoe we daar komen. Niet hier erin, denk ik. Alhoewel, zullen we gewoon eens gaan? Kijk, hieronder is een fucking dikke skatepark met allemaal graffiti en zo en shit, maar... Hoe je er komt durf ik even echt niet te zeggen. Ik denk via hier dan. Oké, gaan we hier erop. Hier is het randje. Oh ja, check dan. Dit is wel dope hoor. Hey. Volgens mij mag je hier gewoon graffiti doen en zo. Lijp. Voetbalveldje. Tafeltennis. Zijn man is gewoon een graffiti ding aan het zetten. Dope hoor, hé. Gewoon onder de snelweg. Ja, dit hebben ze wel bazen gedaan. Oh ja, check die kom. Dit is helemaal link. Ik wou er eigenlijk even in, maar ik weet niet of dat gaat met de Busa. Ik hoop wel dat ik een rondje kan. Dope. Hé, dit is wel dope hoor. Oh, glas daar hoor. Ja, dit is wel dik. Ik had die schoenen daar hoor. Vet voor een fotoshoot of voor een videoclip. Of als ik mijn grom heb, dan gaan we hier ook even pompen. Even springen. Dikke dinges. Klein streepje zet er aan hier hoor. Ik zag die boys gelijk kijken. Oh, de mafkees. Hier is asfalt al behoorlijk naar de kloten. Even een beetje piepen, moet kunnen. Ja, dope spot hier ook. Koog aan de Zaan, onder de snelweg A8. Dus dan kom ik hier wel eens een keer met een grapje van me wat foto's maken. Van de Busa. Van de Busa! Van de Hayabusa! I'm gonna show you my Suzaki Katana. It's real fucking nice. Alright, first things first, we're gonna talk about this 600 sticker. What that stands for is 600 horsepower in this motorcycle. We also got aftermarket pegs on here. This is forged out of Thor's hammer. And that's really strong so I can fit fat bitches on the back when I can't get decent pussy.
Moving on, we got a 10 millimeter extended swing arm here, and that keeps me from pulling the front wheel up when I'm going down the drag strip. I've also modified the chain. I put a Husqvarna chainsaw kit on here, and that's just pretty much fucking weight reduction. All right, let's talk about this spoiler right here. This is made out of 100% flexing fiberglass, and that keeps you more aerodynamic when you're going down the freeway at really high speeds. I've modified the blinkers, so it has reflectors in it. That way it reflects police radar scanners, so they can't catch me going really fast. Muffler, I bought this off eBay. It's supposed to be made out of 100% aircraft grade aluminum, so it's really lightweight and weight reduction, bro. All right, let's take a look at the dash. Now right here, this used to be the kill switch, but I've modified that, so that's my nitrous now. Over here, we've got the horn, so I can honk at bitches. This is the mile per hour gauge. It does two full 360 degree turns, because this is actually goes up to 300 miles per hour once it goes all the way back around. This is my RPMs. I only shift at 13,000 because fucking race bike. That's pretty much it. All right, now if you look right here at this switch, if you have it switched up here to where it says fuel, that's just regular fuel. But if you put it down here on, that turns on my jet fuel. If you put it over here, that's really extra sporty. Gives a little bit more pep in its step. If you put it over here, it's practically racing inspired. And that's just full on fucking badass mode. Alright guys, well that's my Suzaki Katana. If you like my bike, make sure you leave a like on the video. Subscribe for some more videos. And I'll see you all later. Ja, I think I'm achter je gaan staan. Muscle. Ja, natuurlijk. Kut Corsa. Hoor je dat een beetje of niet? Ze knallen wel. Dat is wat ze een beetje doen, zeg maar. Maar dan moet je bike wel echt warm zijn. Ik heb jullie reacties gezien, dat jullie zeiden van je hoort je motor minder. Je hoort wel minder windruis, maar je hoort je motor ook minder. Klopt. Maar deze uitlaten maken ook niet zo heel erg veel geluid hoor. Dus het is voor mij al moeilijk om ze te horen. Laat staan om het nog op de microfoon te krijgen. Is die kroeg nou weg? Ja, nou er heb altijd een kroeg gezeten daar op de hoek. En daar zat mijn opa, die is inmiddels overleden al een paar jaar. Die zat altijd daar in de kroeg biertjes te drinken of whisky, weet ik veel wat hij dronk. En dan ging ik met mijn moeder gingen we wel eens langs en zat hij altijd hier al in het café. Die woonde hier achter in Wormerveer. Oh shit, ik moest hier omhoog. Kijk naar de pestpleuris. Ik moest daar gewoon de snelweg op. Goedemorgen. Of ik kan ook rechtdoor, door Krommenie heen en dan naar rechts volgens mij. We doen dat wel. Ik ga hem toch denk ik nog even iets lager zetten hoor, die lounge. Ik heb het gevoel als hij iets lager staat, dat hij dan wat makkelijker knalt, wat beter. Ai, bosdemper. Check die baas, zelfs als mij. Killer! Oké, nu zijn we in Krommenie, het dorp zelf. Laten we maar even rustig rijden. En niet de dorpsbewoners boos maken. Dan ga ik hier maar naar rechts, volgens mij. Ja. Oh, waren we weer net op tijd voor de brug. Master! Oké, dan gaan we hier naar links en dan moeten we er al zijn. Normaal rijd ik altijd hier hoor en dan ga ik verderop eraf, maar volgens mij kan ik ook gewoon zo rechtdoor. Kom ik nog langs Motorport, bepaalde witmotoren. Wie was dat? Nooit preaching. Nooit gezien. Nooit gezien. Iemand heb hier een streep gezet, jongen. Oh, doe die gek eens even normaal dan. Gekke rolling burn-out hoor, hé. Hey. Ik motorport. Oh, misschien die ging je bandwissel doen en dacht dat je band moet toch op. Maandag, hè, alles dicht. Alles wat met motoren te maken heeft, of scooters, is in principe op maandag dicht. Alleen Ruilkema stond op internet dat ze open waren, dus dat is wel fucking baas.
Golf R Cabrio? Nooit gezien. Nooit gezien. Nooit gezien. En hier is Raukema. Naast de paarden staan we als gezellig in Burnland. Ziet er wel erg dicht uit hoor. Oh, Raukama is het. Nee, het is wel open. Nou, gaan we even een potje kettingvet halen voor Amin. Misschien dat we wel even een rondje lopen ook en ik jullie een beetje laten zien wat het inhoudt. Motor Raukama Part, zondag gesloten. Dat is gezellig. Goedemiddag. Oké dan, kettingvet in de pocket. Die man was heel relaxed, even mee staan praten. Ruud van Raukama. Ze hebben dus 18... Ja? 18 zeecontainers vol aan motoronderdelen. En dat gaat van 1970 tot 2005 ongeveer. 18 zeecontainers. Dus mocht je wat nodig hebben, mocht je een scramblertje aan het bouwen zijn of een café racertje, is het echt een aanrader om lekker te gaan snuffelen voor tweedehands onderdelen voor goedkoop. F-150 Platinum. Dikke dinges. Nou, volgens mij, als ik hier naar links toe ga, kan ik ook wel een lekkere route terugrijden. Dat gaan we gewoon even proberen. Want ik moet over 1,5 uur op mijn werk zijn. Ik heb vanavond avonddienst, want ik heb morgen de eerste dag van mijn EMG-cursus. Ik heb vorige week intakegesprek gehad. Ook gewoon tegen die man verteld, ja, ik vind het niet terecht dat ik hier zit, want ik heb te hard gereden. Maar daar is ook alles mee gezegd. Voor de rest heeft die agent niks van me gezien qua slecht weggedrag. Dus nou ja, dat begreep hij wel en uitgelegd en vertelde dat ik YouTube-video's maak. En hij ging gelijk even kijken en ging de video ook checken. Dus ik weet niet of dat nou zo verstandig is geweest, maar ja, die man kan me ook eigenlijk helemaal niks maken. Zolang ik daar gewoon kom en normaal meedoe, dan ben ik gewoon geslaagd voor mijn cursus en klaar. Dus dan mag je al mijn video's kijken, liken, abonneren, zoveel als je wilt. Dan was ik trouwens wel heel relaxed hoor, die gozer, moet ik eerlijk zeggen. Ik werk niet voor justitie, ik werk niet voor het CBR. Wij worden gewoon ingehuurd om die cursus te geven. Ik zeg, ja vriend, ik ken het hele dotje wel. Ik zeg, ik heb hem ook de situatie uitgelegd. Ik zeg, luister, die agent was eerst heel relaxed. Maar toen hij erachter kwam dat mijn geheugenkaart er niet in zat, toen hebben we opeens die EMG-cursus gekregen. Dus dat is gewoon een naaistreek. Ja, maar die agent geeft je niet de cursus. Het CBR geeft je die cursus. Die agent draagt je alleen voor. Ja, toen werd ik al gelijk een beetje para, want dat is de grootste bullshit die er maar bestaat. Het is, als je gaat kijken naar het papierwerk, is het zo? De agent draagt jou voor een cursus en de rechter bepaalt dat je hem krijgt. Maar in de praktijk is het zo dat 99,9% van de tijd zal de rechter altijd meegaan in wat die agent zegt. Want die agent is onder ede en noem het maar op. Dus het verhaal dat die agent jou die cursus niet geeft, maar die ding, dat is bullshit. Want als die agent jou die cursus geeft, of jou voordraagt voor een cursus, dan weet hij gewoon 99,9% dat jij €1100 moet betalen. Dus het is heel leuk verteld op papier en alles, maar het is gewoon de grootste bullshit die er is. Want die agenten zeggen gewoon, jij krijgt die cursus en de rechter gaat er gewoon in mee. Dat is gewoon een tussenstapje om zogenaamd die rechter, om zogenaamd die agenten te beschermen. Pleur op man. Gaat de brug ook nog even open? Lekker man! Hey, lekker man! Nou, hier gewoon wel een beetje een mooi uitzicht hoop ik. Kijk jongens, dit is Sjaans uitzicht hoor hé. Staat nu gewoon op YouTube, grap. Kan je wel lachen? Ik kan beter lachen, dan sta je er tenminste goed op. Vanmorgen even gewassen, ik had hem onder een boom gezet. Dus het is allemaal hars en tering, zal je op. Maar we moeten hem nog even goed wassen. Ik wil zo'n snow foam cannon wil ik hebben, zeg maar. Die je op je tuinslang zet en dat je dan zo pff, die schuim zo eroverheen blaast met water. Dus als iemand een goede adres of een goede merk daarvan hebt, laat even een reactie achter. Dan kan ik gewoon thuis mijn bike wassen. Fix ik even mijn tuinslang. En dan snowfoam ik hem gewoon thuis en dan met de hand met zo'n spons. Want ik ga echt niet met die borstel van het tankstation op mijn lak. Hell fucking no. Ik weet echt niet, oh dat is die stinkende cacaofabriek, die ruik ik wel gelijk. Nou, hier wil je dus echt niet wonen hè, bij die fabriek in de buurt. Niet normaal. Dik Alfa Daro in het wit. Even kijken, Westerveer, waar moet ik naartoe? Eenhoorn, bruinvis, ik weet het niet, we rijden gewoon even pissie. Kijk dan die Alfa. Dik hoor hé! Ik weet gewoon niet waar we zijn of hoe we hier uitkomen. Maar ja, dat komt wel goed. Alles komt goed. Maar we gaan nu die woonwijk in. Ja, maar dat is niet de bedoeling.
Oh, volgens mij weet ik het al. Volgens mij moet ik terug en dan die brug over bij die... bij die stinkfabriek. Dit is wel Jantjes' territorium dit. Dan moeten we me eigenlijk even bellen en melden dat we er zijn. Hoppert in je buurt. Hoppert. Hoppereros. En zie je, hier is die brug. Zwekkerjeur, je weet gewoon de weg hier al. Dit is dus de cacaofabriek van de Zaanstreek en dit stinkt echt als de pleuris. Als je hier in de buurt woont en de wind staat de verkeerde kant op, boy, beter vlucht je weg. Zat je nou naar die kont van dat oude vrouwtje te kijken, die oude snoepert? Wat een oude snoepert zeg. Maar iedereen kent elkaar ook gewoon hier. Hoi! Hey Dirk, Jan, Pieter. Hallo, 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 hallo. Beetje inhalen voor een bocht met je Kia. Moet ik jij eens even noemen al? Hele snelle plangen, ouwe. Ze gaan weer naar Zaandijk, Zaanstadje. En hier reden we daar straks ook. Hoppert. Hoorden jullie? Maar knalt af en toe wel goed hoor. Brum, brum, bang, bang. Bang, 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 bang. Brum, 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 bing, bing, bing. Ja, lekker man. Hey, lekker man. Hey, ja, lekker man. Lekker, ja, lekker man. Ah, die poppert. Je hebt me van. Ik hoop echt dat die GoPro angle nu gewoon perfect is. Het lijkt wel echt hoor erop hoor. Nou, dat weten we altijd pas als we gaan editen. Amsterdam, we gaan wel vanaf hier gewoon naar Amsterdam. Ik weet niet waar die auto op stond te wachten. Mama zo! Kom op, grap, niet remmen, gewoon insturen. Ja, en gas erop. En gas erop, en anders naar rechts. Tegen dat ik nog allemaal troep uit zijn uitlaat ook. Grap, kan ik dan gewoon naar rechts toe, man? Wat ben je allemaal aan het doen, grap? Ga naar rechts, man, mafkees. Zit gewoon kankhard te slapen hier, oh, die imbecil. Verschrikkelijk, ja, druipt er gewoon vanaf. Hij ging er dat of niet? Hij klapte gewoon erop en dan ging hij zo. Dat was helemaal link. Check dat, mijn plezier. Fucking vieze streep eroverheen. What the fuck was dat? Even oppassen, hier al bij die tankstation staan ze nog wel eens te flitsen. Wanneer ik kom, ga je naar rechts. Je kon niet daarvoor al naar rechts toe gaan gelijk. Ja, natuurlijk. Laat mij maar weer voor in de remmen gaan. Na Fem, bijna thuis, ga ik Malcolm, Luna en Kenzo uitlaten. Want ja, we hebben drie van die schoren thuis zitten. Ik hoop dat jullie genoten hebben bij deze random video naar Raukema om vet te halen voor Amin Poppet.
Misschien dat ik zo meteen nog even film als ik naar hem toe rijd. Hem die vet geef ik en jullie zijn bike ook even, even zien. Dan denk ik, kappa killer! En dan zie ik jullie volgende keer. Like, comment, subscribe! Later! What's up, B? Is lekker? Lekker grap. Naar huis? Ik ook, man. Zie je later! My homie! Ook echt weer, alleen een neger kan op een hybrid gewoon tuningvellen gezet, ik zweer het. Dit is toch goud?